Hoi, leuk dat jij weer de Numnoms komt kijken bij mij. Ik ga vandaag even wat anders doen. Ik ga er, zoals je ziet, heb ik er 4 Numnoms bij in beeld geplaatst. En mijn vraag is, kan jij mij raden of laat me jouw Numnom kennis eens weten? Weet jij hoe deze 4 Numnoms heten? Ik heb ze al voor allemaal uitgepakt. Dus je zou ze, als je mijn Numnom video's gevolgd hebt, gezien kunnen hebben in mijn unboxing van mijn Numnom dozen. En ik ben benieuwd wie van jullie kent ze ook alle 4. En natuurlijk mag je gewoon terugkijken naar de video's. Of je mag je eigen Numnom kaart erbij pakken om te zoeken hoe ze heten. Ik heb wel een beetje mijn best gedaan om te proberen uit verschillende series te pakken. Dus volgens mij zie ik een serie 1 of 2. En nog een ander waarvan ik denk dat die serie 2 is. En als ik uit mijn hoofd zeg, denk ik dat 2 uit serie 3.1 komen. Dus ik heb wel een beetje mijn best gedaan om verschillende series te pakken. Ken jij ze alle 4? Laat ze dan hieronder in een comment weten. Ken je er maar 1 of 2? Dan mag je natuurlijk ook gewoon die ene of die 2 die je kent in een comment laten weten. Ik denk dat ik aanstaande dinsdag wat van mijn dubbele Numnoms ga weggeven. Dus dan ga ik weer een winnaar uitkiezen die een num en een nom van mij uit mijn dubbele uit mag kiezen. Ik ga straks wel, want tot nu toe deed ik iedere week een van mijn dubbele dingen weggeven. Ik ga denk ik wel daar even mee stoppen in de zomervakantie. Want ja, straks kies ik een winnaar die op vakantie is. Dan is dat dus niet zo heel erg handig en ook een beetje sneu. Want dan, ja, na 6 weken onthoud ik echt niet meer wie wat heeft gewonnen. Dus ik denk dat ik in de vakantie wel een zomerstop ga houden. Maar ik denk dat ik nu dinsdag nog wel iets weg kan geven. Want de meeste mensen zullen niet al gelijk op vakantie zijn, denk ik. Ga nu niet meteen allemaal zeggen, ik ben op vakantie. Het is niet altijd heel handig om op internet te melden dat je op vakantie bent en dat je huis dus leeg staat. Dus wees daar altijd heel voorzichtig mee op het internet. Vaak vertel ik ook pas als ik op vakantie ben geweest, nadat ik terug ben gekomen. Dus wees daar slim en verstandig in. Goed, ik ga zo deze 2 pakketjes uitpakken. En ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Kijken wie van jullie wat van die namen weten. Uit in elk geval de reacties ga ik dus een winnaar kiezen. Dus uit de reacties die ook namen hebben weten te noemen, ga ik dus dinsdag 1 winnaar kiezen. En dan mag die uit mijn bakje met dubbele numnoms 1 num en 1 nom uitkiezen. Ik ga vandaag serie 1 van Numnom Lights openmaken. Daar heb ik er nog aardig wat van. En ja, ik zal mijn kaarten bijpakken. Jammer genoeg ga ik ook heel erg veel dubbelen hebben. Want ik heb er ook al wel aardig wat. Serie Numnom Lights bestaat uit verschillende snowcone nums. Daarvan heb ik de meeste al. Dus als ik nu een snowcone heb, is de kans heel groot dat ik hem dubbel ga hebben. Ik heb nog wel heel veel gummy nums nodig. Ik heb er nog maar eentje. Freezy Pops, pop nums heb ik er nog geen één van. Dat is echt heel knap. Ik heb al best wel veel Numnom Lights opengemaakt. Maar nog 0 Freezy Pop nums. Dus het is echt heel bijzonder. Hoe ik dat doe, geen idee. Ik heb deze bijvoorbeeld van Snow Cone nums. Dit is een special edition strawberry snow. En die heb ik al 3 keer uitgepakt. En dan 0 Freezy Pops. Een special edition 3 keer uitpakken is nog best knap, vind ik. Terwijl je een gewone edition niet uitpakt. Light Up nums. Daarvan heb ik er al 6. En dat betekent dus, ja, de kans dat ik een dubbele ga hebben is heel erg groot. Nou, waar hoop ik op? Ik denk dat ik hoop op een Apple Pop. Die lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, tuurlijk is de Special Edition ook super gaaf. Maar ja, de kans is klein. Dus ik hoop op een Apple Pop. En eigenlijk hoop ik gelijk op een Kiwi Light Up. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. En ik hoop niet dat ik weer een Raspberry Light Up krijg. Die krijg ik zo vaak. Maar ja, aan de andere kant, als ik hem nu weer gelijk dubbel heb, dan is de winnaar van aanstaande dinsdag, die heeft weer de extra om uit te kiezen. Ik ben benieuwd, wat ga ik uitpakken? Zo, ik vind de doosjes altijd heel erg leuk om mee te knutselen. Ik ben er nog niet aan begonnen, ik spaar ze dus nu op. En zodra ik straks verhuisd ben, ga ik lekker knutselen met de doosjes. Even wat leuke huisjes maken voor mijn numnoms. Een beetje afplakken met papier mache en dan heel mooi verven. Lijkt me wel hartstikke leuk en hartstikke gaaf. Ik zit te twijfelen. Volgens mij heb ik die al. Maar ik weet het niet zeker. Ik ga kijken. Nee, die heb ik niet. Die heb ik niet. Het is een gummy in elk geval. Het is een van de gummy. Dat kan ik zien aan die ribbeltjes.
En of heb ik hem toch wel? Nee, ik heb hem niet. Ik denk, ik heb een tweekleurige gummy namelijk. Dat klopt. Ik heb Juicy Gummy. Dat is de enige die ik al heb. Dus daarom dacht ik, oei, ik zie twee kleuren. Maar Juicy Gummy heeft zo'n 8 strikje zeg maar, op het hoofdje. Zo'n strikje in de vorm van 8. En deze heeft een strikje in het oortje. Dus als ik goed kijk, zie ik dat ik Sugar Gummy heb. CC Sugar Gummy. Nou, leuk. Ik heb er weer een nieuwe bij. Begint al meteen helemaal goed. Dus dat vind ik echt heel erg leuk en hartstikke gaaf. Gaan we even aankruisen in mijn collectie. Mijn pen doet het niet meer zo goed. En hier staat dat hij ruikt naar suikerspin. Ik ga ruiken. Oh, dat vind ik wel heel jammer. Ik ben echt aan het ruiken, dat hoor je wel. Maar ze ruiken gewoon niet zo goed. En dat vind ik echt jammer. De Numlum Lights, die ruiken niet zo sterk. Deze is volgens mij van 3.1. Oh, die ruikt heerlijk. Die ruikt je echt heel erg goed. 3.1 zijn sterker van geur dan serie 1 en 2. Maar de Numnom Lights, die ruiken niet zo heel erg. Tenminste serie 1. Misschien komt er verandering in bij serie 2. Dat zou ik wel heel fijn vinden. Want dat vind ik wel echt een gemis. De Numnoms is het leukste, vind ik, het ruiken eraan. En dan is het wel een gemis als ze niet zo lekker ruiken. Of tenminste als ze gewoon niet zo goed ruiken. Nou, dan naar mijn num-nom kijken. En ik ben er bang van. Want ja, ik heb nog maar 4 noms nodig. En ik denk dat ik deze echt al wel heb. Ik denk, tenminste, ja, want ik heb nodig een berry. Maar die ziet er echt heel anders uit. Die ziet er niet met die bubbels uit. Ik heb nog nodig peachy, grape en kiwi. En nee, ik denk dat deze dus echt weer een raspberry is. Ik ga dus ook nu niet aan het papiertje trekken, want volgens mij is die gewoon dubbel. Ik ga straks wel voor de zekerheid controleren, maar nee, als ik echt kijk, ik heb echt een oranje en een paarse nodig. En dat is dus gewoon niet deze, dus die is dubbel. Ik leg hem opzij, die gaat straks in mijn pot met dubbele numnoms. En dinsdag komt die pot tevoorschijn, want dan ga ik aan de winnaar laten zien waar hij of zij uit zou mogen kiezen. En daarna gaan wij door. Jij gaat eventjes hier een plekje krijgen. Jij bent nieuw in mijn collectie. Nou, hartstikke leuk. Ik heb er in elk geval al 1 nieuwe voor mijn collectie. En dat vind ik wel heel erg leuk en heel erg gaaf. Ik zal trouwens hieronder bij de beschrijving van de video een linkje plaatsen naar waar ik normaal mijn numnoms koop. Dan kun je dat ook gelijk zien. Weer een doosje erbij voor mijn collectie. In het doosje trouwens zit er nog wel meer hoor. Ik leg het wel mooi opzij, maar daar zit dus zo'n verzamelkaart in. Dus dat is de kaart waarop je mij hier ziet afstrepen. Nou, dat zit dus in de doos. En er zit een uitgebreide handleiding. Want de Numnom Lights, dat zijn lichtjes. En dat zal ik je ook straks laten zien. Ik ga zo meteen op zoek naar deze die ik al heb. En dan ga ik je laten zien hoe die dan licht opgeeft. Maar dat wordt allemaal hier ook in uitgelegd in de handleiding. De lichtjes die werken maar 1 keer. Wel heel erg lang. Ze kunnen ook aan- en uitgezet worden. Maar als de batterijen op zijn, dan zijn ze niet vervangbaar. Dan moet je ze er wel uithalen, maar je kan ze niet vervangen. Nou, ik hoop dat ik een nieuwe nom ga hebben. Ik ben benieuwd. En... Oeh, die heb ik nog niet. Die heb ik nog niet, denk ik. Dan ga ik toch heel erg twijfelen. Misschien heb ik die toch wel. Oh, nee toch. Volgens mij wel. Oh. Oké, nou, daar gaat hij. Het is in elk geval geen Freezy Pop. Het heeft 2 oortjes en een strikje. Het is dus ook geen gummy, want die hebben die 8 strikjes. Dat is deze dus niet. En dan gaan we door naar boven. En ja. Het is een Snow Cone Nums. En die met 2 oortjes en een strikje, dat is deze. En die heb ik echt al wel. Oh. Triple Berry Icy betekent dat hij 3 kleuren heeft. Dat klopt. Ik zie hier een beetje roodachtig paars aan de achterkant. En wat is de derde kleur? Oranje hier volgens mij. Nee, die heb ik echt al. Hé, wat jammer. Ja, rood, oranje, paars. Nee. Die gaat dus in mijn pot met dubbele. Die is niet voor mij.
ik kan niet zeggen welkom bij mijn collectie, want jij blijft niet bij mij. Jij gaat een ander huisje krijgen bij een van de kijkers. En ook mijn nom... Nee! Ook mijn nom is dubbel. Minty Light Up is ook dubbel. Dus die drie gaan in de pot voor een kijker die wint. En deze komt wel bij mijn collectie. Ik ga even die andere twee opzoeken die ik al heb. Want dan ga ik nu niet deze eruit trekken. Dat bewaar ik dus voor door wie het een keertje wordt uitgekozen. Ik ga de twee pakken die ik al heb. En dan ga ik jullie laten zien hoe de lichtjes schijnen. Zoals je kan zien heb ik die twee al... Oh, wacht. Heb ik die twee al. Die twee zijn van mij. Ik ga even de lichten uitdoen en dan gaan we kijken hoe ze schijnen. Even kijken, is dit al goed zichtbaar? Doen we nog één lichtje uit. En zo, het is niet helemaal donker. Ik heb nog het grote licht in de kamer aan. Maar zo kun je het al wel aardig leuk zien. Ik plaats even een beetje de num erboven, zodat je het een beetje kan zien hoe leuk dat er dan uitziet, hoe leuk dat dan schijnt. Nou, dat ziet er wel heel erg leuk uit, hè? Dit vind ik wel het leuke dus van de NumNum Lights. Nadeel is gewoon, het ruikt jammer genoeg niet zo heel erg lekker zoals je gewend bent bij de andere NumNums. Maar dit ziet er wel weer 's avonds in het donker gaaf uit om je kamer een beetje sfeer te geven. Laat ze alleen niet aan nadat je in slaap bent gevallen, want dat is natuurlijk wel zonde van de batterijen. Je zet ze aan en uit door hier op het strikje te klikken, uit en aan. Nou, even snel de lichten aan. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Jammer genoeg maar één nieuwe voor mijn collectie en weer wat dubbele in de pot. Dinsdag dan ga ik mijn pot tevoorschijn halen en dan ga ik laten zien wat er allemaal in zit. En dan noem ik dus één naam op, dat wordt een winnaar. En de winnaar kiest dan een num en een nom uit en dan zal ik die op de post doen. Ik ga wel kiezen uit degene die een poging hebben gedaan bij het opnoemen van de namen van de numnoms. Heb je er één goed, dan gaat je naam één keer als loodje in de pot. Heb je er alle vier goed, gaat je naam er dus vier keer in. Dus hoe meer namen je goed hebt, hoe groter dus jouw kans. Ik hoop dat je deze aflevering weer leuk vond. Is dat zo? Vergeet de video dan niet een like te geven. Vind jij NumNums leuk en wil je mijn NumNums video's volgen? Je kan hier gratis mijn kanaal abonneren door op het knopje te drukken. Hieronder zie je mijn mans kanaal. Die doet geen NumNums, maar die doet de Grocery Gang. Deze video vind je misschien wel leuk. Hier is een afspeellijst van al mijn NumNum video's als je op zoek wilt naar de namen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doepa doe!